De Koolsingel, de slagader van het dynamische Rotterdam, zal binnenkort voor alle verkeer worden afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de bouw van de metro. De secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, meester Gieben, was naar de Maasstad gekomen om een officieel begin te maken met de aanleg van deze ondergrondse. Vlakbij het centraal station stond de heer Gieben aan de heimachine om mee te helpen de eerste stalen damwand van een groot bouwdok in de grond te slaan. De metro krijgt 7 stations en zal 5 kilometer lang worden. Hij komt 4,5 meter diep onder het wegdek te liggen en 19 meter diep onder de Maas. De regering heeft nog slechts een deel van het plan goedgekeurd, namelijk de bouw van het gedeelte onder water en op de rechter Maasoever. Maar men verwacht het gehele werk in 6 jaar gereed te hebben. De tunnel loopt onder de Maas door van het stationsplein naar het Zuidplein. Aan de Maasoever is ook reeds een heel stuk van de daar nodige damband geslagen. Rotterdam krijgt zijn metro. En de voortvarendheid waarmee eraan gewerkt wordt, sterkt de burgemeester Van Walsum en de vele aanwezige journalisten in het vertrouwen dat de ondergrondse binnen de gestelde tijd gereed zal zijn. De Maasstad ziet enige jaren van het gebruik van de Koolsingel af om een deel van het verkeer onder de grond te krijgen. Het hart van Rotterdam groeit in een overweldigend tempo. En met die reusachtige groei neemt het verkeer in het centrum naar evenredigheid toe. Door de Maastunnel beweegt zich dagelijks een stroom van meer dan 60.000 motorvoertuigen. En ook de bruggen over de Maas kunnen het verkeer nauwelijks meer verwerken. Om een toekomstige chaos in de binnenstad te voorkomen, is men enige maanden geleden begonnen met de bouw van een ondergrondse spoorweg, de Rotterdamse metro. Tegenover het Centraal Station aan het Weena zijn draglines bezig de bouwput voor het ondergrondse hoofdstation verder uit te diepen. Van dit punt uit zal de spoorweg ombuigen naar de Koolsingel, waar 2 stations zijn ontworpen. Ook hier heeft men reeds een aanvang gemaakt met de bouw. Wie het traject van de metro verder volgt, komt aan de Leuvenhaven, waar een zeer grote activiteit heerst. Men is ook daar begonnen met de bouw van een station. Het laatste voordat de metro onder de Maas zal duiken. Op deze plaats is men reeds bezig met het heien van de betonnen palen waarop de fundering van de ondergrondse zal komen te rusten. Hier aan de Leuvenhaven is zelfs reeds een deel van de fundering voor de spoorbaan en het station gereed. Om de plannen voor de ondergrondse beter te kunnen uitwerken, heeft men in een verlaten fabriekscomplex 2 houten proefstations op ware grootte gebouwd. Op grond van de proeven die hier worden genomen, kan men een definitieve keuze maken. Ten slotte is men op de rechter Maasoever ook begonnen met het heien van de damwand voor de bouwput waarin het tunnelgedeelte gebouwd zal worden. Dat moet aansluiten op de segmenten die in de rivier worden afgezonken. Aan de overkant van de Maas bemerkt Rotterdam nog niet veel van de komst van zijn metro. Behalve dan dat daar een immens bouwdok in aanleg is. Hierin zullen de tunnelsegmenten geconstrueerd worden die bestemd zijn voor het gedeelte onder de Maas. Als de tunnelstukken gereed zijn, zal men water in het dok toelaten, zodat ze gaan drijven, waarna men ze over de rivier naar hun plaats zal brengen en afzinken. Maar dan zijn we alweer een paar jaar verder. Onder de Rotterdamse spoorbrug werd deze dagen met een enorm gevaarte gemanoeuvreerd. Sterke sleepboten trokken een 90 meter lang segment van de metrotunnel die onder de Maas door komt te lopen naar de plaats van bestemming. 4 zolderschuiten droegen samen een stalen stellage die op zijn beurt het betonnen tunnelstuk droeg. De Rotterdammers kijken verlangend uit naar hun metro. En bij de plaats waar het tunnelstuk tot zinken moest worden gebracht in een van tevoren gebaggerde sleuf, waren belangstelling en spanning het grootst. Het eerste tunnelstuk onder de Maas moet natuurlijk op de centimeter nauwkeurig aansluiten op het ondergrondse tunnelstuk op de oever. Zowel op het segment als op de kant waren talrijke meetinstrumenten aangebracht
om het tunnelstuk zo nauwkeurig mogelijk op zijn plaats te krijgen voordat het afzinken begon. Verscheidene van deze gevaarten zullen volgen voordat de Nieuwe Maas ondertunneld is. Maar Rotterdam is in ieder geval op weg naar de overkant.